Bro, we zijn een koude been niet normaal, ik zeg eerlijk, broer. Dat staat maar binnen. Dat is goed. Kelvin. Het is goed. We gaan een beetje die vio uithangen. Ja. Oh, deel dan mijn ass. Deel dan mijn ass. Ja, dat soort dingen moet worden. Ja, hier zie je die drie patties daar ook. Die drie patties lopen inderdaad. Ja, weet je, we gaan... Kijk, laat even de omgeving zien. Prachtig. We zijn hier al eerder geweest, maar dat hebben we volgens mij niet gekund. New York! Wat we vandaag dus gaan doen, is wij gaan naar Game Hall. We gaan eventjes winkels bezoeken. Ja, we gaan bowlen. Kutten, kloten. We gaan ook bowlen. We gaan bowlen. We gaan naar de Sarah, want zijn broek is kapot gegaan. Ja, zijn broek is kapot gegaan. Staan we wel. Dus. Wat is dat? Een 3D-bril? Ja, een 3D-bril voor Sam. Oh ja, en we gaan uit. We gaan uit ook, ja. We gaan uit. Oh, deel door mijn ass. We gaan hier in Benidorm gaan we op zoek naar... Kielfjes. Demi wil kielfjes hebben. Ja. Ga maar uit wat het is. Kielfjes, dat zijn... Lekkere dingen die je brood kan doen. Alles onder de 8 is voor Sam van der Jacht. Ja, gaat hij er zo bij staan. Ja. Oké, jongens. Hebben jullie nog wat te zeggen tegen de kijkers? Ja. Ben United verloren? Ja. Hé, hey, maar dit is echt disrespect. Hè. Dat zeggen. Gaat hij dat zeggen? Want wat is jouw reactie daarop? Een beetje... Kom weer terug. Ja, weet je, ik ben gestopt met fokken. Ik dacht, zo mooi geweest nu. Nou, we zijn hier dus in prachtige New York. Benidorm. Je bent nog een wolkengrabber. En dit vind ik echt de trui voor Sam. Dit is echt iets voor Sam. Nee, joh, dit is echt dik, ouwe. Ja, toch? Voor Sam. Ik vind het echt iets voor Sam. Haal hem eens. Hebben ze wel in onze maat? Niet in mijn maat. Niet in mijn maat. Ja, is Sam. Laat Sam zoeken. Kijk, ik ga hem eerst even doen alsof ik hem leuk ga. Ja, precies. Eerst even alsof ik hem leuk vind. Ja. Mezelf. Oké, Dol gaat gek doen. Als ik even broek scheur, jongen. Ja, is leuk voor de video. Leuk voor de video. Hey! Nee, dit is echt ziek. Die was echt ziek. Ja, maar er is maar één iemand die het record heeft op zijn naam nu. Even volgen. Ja. Lieve mensen, we zitten in de speelhal. Je hoort niks. Maar we gaan even lekker een partijtje bowlen. Ja, ik kan dat echt totaal niet. Kan jij een beetje bowlen of niet? Nee, ik ben echt zo zat. Ja, willen ze met hekjes spelen? Ja, zonde. Ja. Maar dus wij gaan nu met even bowlen. En ja, we nemen jullie... Laat jullie al weten wie er gaat winnen. Oké, ja, ik moet helaas mededelen dat Don heeft gewonnen met basketbal. Ja, wel net aan. Grote sprong, ja. Net aan had hij gewonnen. Ja. Daarna gingen we air hockey toernooi. Alle drie potjes tegen elkaar. Dus ze begon, Gio die had... Net aan, dat moet gewoon heel veel. Dus we zouden met de partij en meer bal zien. Ik liet hem ook een beetje heen, weet je. Maar ja, goed, toen had hij tegen Don gespeeld. Easy win natuurlijk ook voor mij. Ja. Easy win, 7-6. Ja, geen stress. Geen stress, alles onder controle. Tegen John, hetzelfde verhaal, alles onder controle. Met John alles onder controle? Nou. Bij John had ook alles onder controle. Gewoon zo van 6-5 van mij. Laatste punt was gewoon voor mij, ik had de bal. Easy win.
Hij had tot 6-5. Hij scoorde 9. Wat was het? Het wordt 6-5 voor mij. Ja, het zet, nee, maar jij had die punt. Ja. Nee, dus ik had gescoord, dat stond eigenlijk 6-4, toen had ik 6-5 gemaakt. Ja, ja. Toen. Nog niet, dit is mijn moment. Hij had die puck en zegt van, oké, ik ga nu afmaken, want ik heb maar 1 punt. Dus wat doet hij? Hij legt die puck neer. Hij zat al klaar om te schieten, maar ik kon niet laten. Ik pak die puck van mij, dat dingetje van mij. Ik schuif hem tegen door zijn tafel, naar zijn helft. Dus ik gooi tegen die puck aan, toen had ik gescoord. Toen pakte ik snel een puck van de andere tafel, hij had er 2 gepakt. Ja, hij twee met 2 pucks tegen 1 van mij. Ja, toen zag ik zo'n heel mooi gaatje rechts in de hoek. En toen dacht ik gewoon, weet je, net als Jorginho geworden. Dus penalty van die rechterhoek. 7-6 geworden. Eigenlijk was eigenlijk Tony Potje die voor de ijsboer aangaf. Valspelen mag. Als je het goed doet, als je straatslim bent, dan mag het. Als je gewoon een boekje erbij pakt, een spelregelboekje, daar staat in. Als je niet op iemands helft mag komen. Ja, het was ook weer slim, dus ja. Ja, slim, dankjewel. Ja. En weet je wat ook is? Kijk, je was best goed tegen mij. Dat zeg ik eerlijk, dat was gewoon best goed. Maar niet goed genoeg. Ja, dat was een mooie move, daarom. Oh, I love gay sex. I love gay sex. Oh, dildo my ass. Oh, I think I'm gay. I want a BBC in my ass. Sorry, man. Ja, maar ik heb gewoon een bol, dus ik begon niet. Lekker, jongen. Hoeveel strikes had je gegooid? 3. Ik heb er gewoon 2 gegooid. 2 spares. Dat komt ook niet vaak. Ja, ik had 4 spares.